En dan de mensen die wel een kaartje kopen, want je vorige clubtour was uitverkocht. Helemaal uitverkocht, packed. Wat zegt dat over jouw muziek en met name met betrekking tot de jeugdcultuur? Ik denk dat ik het lekker bezig ben, toch? Als je helemaal je clubtour uitverkocht. Van zo vaak gebeurt het niet in Nederland. En waar wel wat, oké, was kleine zaakjes en tol, hij staat dan de ene grootste in Paradiso, maar ik ken niet veel mensen die dat hebben gedaan. Zeg maar. Dat is toch, ja, dat is gewoon de bevestiging gewoon dat mijn visie werkt. Of ja, niet mijn visie, gewoon wat ik doe, dat het werkt. En dit is misschien wat een lastige vraag om te maken, maar waarom denk je dat het werkt? Nou, cijfers liegen niet, toch? Als jij je club toe kan uitverkopen. Nee, maar in de zin van waarom denk je dat zoveel jongeren ook zich kunnen vastklampen aan jouw muziek? Ik denk er niet zo over na, maar ik denk als ik het dan toch nog zo van gewoon jezelf zijn. Ik denk dat dat is gewoon de bevestiging dat je jezelf moet zijn. Want iedereen kan wel roepen van, ja, en ik ben mezelf en ik geef geen moeder met een helemaal zicht te houden. Maar als je dan toch puntje bij paaltje doet, dan, we zijn zeg maar zo ver nu, zeg maar, met mensen gewoon, kijk, als je schoenen wil kopen, toch? Ik koop eigenlijk gewoon wat ik wil. Maar er zijn ook mensen die gaan dan op Snapchat of op Instagram doen, moet ik die rode schoen halen of die gele schoen of die witte schoen. Dan denk ik van, ben je zo bezig met het perspectief dat je een bevestiging nodig hebt van wat een ander vindt of doe je het omdat ik het zelf leuk vind? Ja, dat is, en ik ben juist dat tegengeluid van, ik doe echt gewoon wat ik zelf zin in heb en wat ik zelf leuk vind. En ik denk dat daar heel veel mensen zich in kunnen identificeren, zeg maar. Dat ik misschien iets doe wat hun niet durf of zo. Dat is een soort van guilty pleasure of zo. Ik weet niet of dat het juist een woord is ervoor, maar ik denk dat het is, gewoon. Ja, en dat sluit natuurlijk ook wel aan op je muziek. En ik hoor je net iets zeggen beneden, dat je iets zei van je kan beter tot 65 worden en mooi geleefd hebben dan ja, tuurlijk, man. Je kan niet zo vast blijven klampen aan het feit dat je dan nog een dagje ouder bent, man. Ik bedoel, kijk, als je gewoon een lekker leven hebt gehad, je hebt alles gezien. Kijk, gewoon een artiest die ziet, dus als je een succesvol artiest bent of een succesvol voetballer, die heb al veel meer gezien dan een normaal mens, tussen aanhalingstekens. Dus, en dan ben je misschien 70 en je bent ziek en zo. Wil je dan echt nog het allerlaatste dat je alleen maar zo'n kastplantje geleefd hebt? Toch eerlijk, ja, je wil gewoon, ja, dan heb je toch een mooi leven gehad. En is dat dan, want je hebt natuurlijk ook veel over geld en dat soort dingen. Dus is dat waarom geld bijvoorbeeld belangrijk is voor jou? Nee, het is niet zozeer belangrijk. Het is gewoon, ik heb het altijd meegekregen met mijn opvoeding en zo, bedoel, van het is en was er altijd. Okay. Snap je? Dus het is, voor mij is het gewoon logisch om over te praten. Ik vond het ook grappig, zeg maar, dat ik er steeds mee geconfronteerd word en werd. Maar voor mij is het gewoon, ja, logisch. Okay. Ja, wat ik wel grappig vind, je zegt, je bent ermee opgegroeid en in 6-0 zit ook een stukje, ik zag mama altijd het gezin runnen, we vonden onze troost in dure spullen. Ja. Dus waar komt dat zinnetje vandaan? Is dat van hoe je bent opgegroeid? Ja, het is gewoon zo, toch? Ik bedoel, kijk, ik heb mijn vader misschien een paar keer gezien, echt vrij sporadisch. Ieder mens heeft een soort van, noem je dat? Een soort van een proces om dingen een plekje te geven of te rouwen, maar ik ben niet beter gewend, maar ik weet wel gewoon dat, kijk, ieder mens als hij emotioneel is, die doet iets, of die eet chocola, of die doet dit en de ander koopt en die ander daar merken, zeg maar, je kan beter goed uitzien voor de buitenwereld of laten merken dat je gewoon lekker gaat, dan dat je echt laat zien dat je slecht gaat of zo, weet je wel. En nou ja, je noemt je vader en er zit ook een, ik geloof dat het in Vleermuis was. Ik doe een shout-out aan mijn vader in Oslo. Ik facetimede hem toen ik stond in de Paradiso. Is dat waar? Heb je dat echt gedaan? Natuurlijk, bro. Tuurlijk. Hoe was dat? Want je zegt, ik spreek hem eigenlijk nooit. Maar af en toe spreek ik hem wel, toch? Maar alleen als ik soort van kan showen aan hem, toch? Oké. Okay. Snap je? Ja, hij is gewoon die guy, snap je? Dus ik moet wel laten zien wat ik doe, snap je? Dus ik moet wel soort van laten zien wat ik doe. Is op zijn kalibers natuurlijk, dus ja, vond het prachtig. Oké. Maar succes is wel iets wat belangrijk voor jou is, kan ik dan aannemen. En succes kun je op heel veel verschillende manieren interpreteren, inderdaad. Nou ja, ik denk gewoon, kijk, alles wat jij doet, maakt niet uit met wat het is. Alles draait om presteren in het leven. Alles draait, als jij nu bij de benzinepomp werkt, en bijvoorbeeld jij laat iemand doorrijden, je kan het één keer doen en de tweede keer en dan lig je eruit. Het hele leven draait om presteren, dus als jij gaat zeggen dat jij alleen muziek maakt voor jezelf, ja, dan lieg je. Je wil gewoon presteren en dan kan je het interpreteren wat je presteren noemt, maar je wil gewoon gehoord worden, je wil een interview krijgen, je wil dat je album uitrolt, je wil dat Raymond van Barneveld een track met je maakt. Ja, tuurlijk man, dat zijn toch gewoon dingen die je wil.
ik geloof er niet zo in dat mensen zeggen van, ja man, en ik doe dit eigenlijk alleen voor mezelf en als jij het leuk vindt. Nee, ik geloof er niet zo zin in. Nou, als laatste dan, je noemt Raymond van Barneveld. Je bent ook fervent dartfan, geloof ik. Hoe kan ik dat nu zien? Want ik zie foto's van jullie twee langskomen op Facebook en Instagram en zo. Zijn jullie echt vrienden nu? Of, hoe moet ik dat zien? Raymond is gang, man, bro. Maar dat ding is dus, je moet beseffen, toen ik klein was, ik keek alleen maar darten. Okay. Mijn vader golfde, mijn broer deed tennis, voetbal en zo. Ik kon niks. En toen zag ik darten en zo. Ik denk, wow. Ik denk, hey, dat is echt geniaal. Want je doet eigenlijk alleen met pijltjes gooien. Dan ben je de beste van de wereld. En ik dacht mezelf van, wow, hij heeft gewoon van niets heeft hij iets gemaakt. Want hij heeft een heel nieuw genre heeft hij aangeboord in Nederland. Of een heel nieuw ding, zeg maar. Dus hij is gewoon een legende. Maar ik zeg ook al tegen mensen van, oké, je kan het sport noemen, dat is aan jou. Maar ik zeg, noem iemand van Nederlandse bodem, los van schaatsen, die 5 keer wereldkampioen is geweest in de tak van sport die hij doet. Ja, en dan zijn ze meestal stil. En ook gewoon, hij heeft die echte winnersmentaliteit. Kijk, hier in Nederland zeggen ze, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar als je echt die mentaliteit hebt, toch? Van, ja, het maakt allemaal niet uit en je hebt meegedaan en waar het lekker los. Dus als ik nu naar de PSA hoofdstad ga en ik pak een shirt en ik loop weg. Van, ze zegt de medewerker dan ook van, dat is belangrijker dan pinnen. Nee, toch? Ja. Hij moet zijn geld zien, toch? Hij moet presteren, toch? En ik vind wel dat Raymond daar echt heel, heel vaak voor is afgerekend, omdat hij gewoon laat merken van, joh, ik wil gewoon winnen. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Bijvoorbeeld Joop Zoetemelk. Ze bijna mist de eeuwige nummer 2. En pas daarna komt dat hij 1 keer de Tour de France heeft gewonnen. Maar dat is wel echt typisch Nederlands. Want in een ander land zeggen ze de Tourwinnaar van Huppelepup. Bijgenaamd de eeuwige nummer 2 met die 6 keer de tweede werd. Zo, ja. Weet je wel. Maar dit, ja, dat. Maar ik ken ook gewoon echt alles van Raymond, man. Ik weet nog precies hoe die wereldtitel, man. Hij kwam 3-0 achter, gooit die 170 uit, kwam hij helemaal terug. Zonne deadleg. Phil gooit een enkele boel, hij zegt bam, laat hem in. Hij gooit die boel over zijn paal en gooit hij een rode boel. Phil begint met 180. Nee, hij begint met 100 en Phil begint met 180. Dan denk ik, nee, ouwe, hier gaan we bam, hij gooit 180. Phil gooit volgens mij 54 of 53. En dan gooit hij 105. Staat hij op 116, gooit hij triple 20 sessie, mist hij tops. Daarna gooit hij hem uit op top, zeg maar. En toen zei hij nog van, dus in een interview, ja, oh, weet je, een keer zat hij in mijn bed, weet je. En ik werd 40, dus ik zei gewoon dat ik die tops ging gooien. En dat vind ik toch zo mooi, toch? Dat is toch hard. Hij zegt gewoon letterlijk, ik wist dat ik de wedstrijd ging winnen op tops. Dat is toch grappig? Ja, dat is netjes. Maar was hij dus heel gewillig om mee te doen op je album? Want hij staat op een nummer. Ja, tuurlijk, man. Maar weet je, het ding is, ik ga het in het kort proberen uitleggen. Kijk, er begon een wisseling van de wachtplaats vinden. Kijk, Michael Vergeven, die is nu zeg maar de Duiter van Nederland. En mensen vergaten Bunny, zeg maar. En ik dacht bij mezelf van, oké, ik zag me soort van als verantwoordelijke. Omdat ik fan van het ben, ik denk, oké, hoe kan ik mensen bereiken en snel? Niet in de long run, maar in de short term. En dan gewoon zo snel mogelijk zoveel dingen genereren. Toen keek ik, zeg maar, Facebook staat nu vol met memes. Eigenlijk staat alles vol met memes. Dus ik dacht bij mezelf van, wacht even. Gezondheid. Zo, roken nog één. Maar Facebook is staat vol met memes. Toen keek ik naar Raymond's hoofd. Ik denk, hé, je kan precies gewoon zinnetjes verzinnen met zijn hoofd dat memes worden. En dat sloeg gewoon aan. En ook het mooie is dat hij ook gewoon Gucci draagt en zo. Het was een soort van match made in heaven en zo. Dus toen ben ik daarmee doorgegaan en zo. En toen heb ik het nummer gemaakt, mentaal. En eigenlijk sindsdien is gewoon een balletje gaan rollen, zeg maar. Want hun vinden het ook gewoon grappig. Maar ik heb het nooit met de intentie gedaan om hem in de zaak te nemen of zo. Nee, ja. Okay. Ik heb het altijd ook gewoon netjes gehouden en gewoon leuk, zeg maar. En ook meestal ingespeeld op dat, bijvoorbeeld van rapzinnetjes van rappers die toen in waren. En dan daar, zeg maar, een meme van maken, weet je wel. Dat is gewoon top. Als we allerlaatste dan, want we hebben het over succes gehad. Wat hoop je dat je album gaat doen? Ik hoop gewoon mijn album gewoon dat de mensen die ik al heb, die gaan het sowieso luisteren. Maar ik hoop gewoon dat ik een bredere, of ja, breder, dat het gewoon groter wordt. Maar het wordt steeds groter. Dus ik heb wel vertrouwen. Ik zie het gewoon als een stap gewoon. Ik zie dit gewoon, kijk, je kan de Tour de France winnen met alleen maar een kop gaan. Je kan bij de Tour de France, kan je kop gaan, maar dan kom je in een chaque patat. Dus dan kom je van achter. Dus dan heb je de hongerklop en dan kom je niet meer vooruit. En dan heb je een soort van stijging gehad en dan verlies je het nog. Ik ben nu gewoon bezig met de Mont Ventoux. Dat is die berg en ik pak hem rustig. En ik ga uiteindelijk de Tour de France winnen. Dus het komt goed. Ik bedoel, je hebt Tour de France winnaars gehad die gewoon nooit één etappe hebben gewonnen, toch? Of ja, één etappe. Nee, niet. Ze zijn me een paar keer voorgekomen, maar
dat niet de etappe heeft gewonnen, gewoon nooit. En dat vond ik wel mooi. Dan zijn ze toch, hebben ze toch die ronde gewonnen. Dat was toch master. Dan hebben ze alleen maar op tactisch gespeeld, toch? We moeten secondes pakken op hem. Dat is master. En ik denk dat. En over een paar jaar mijn eigen visboer, man. Donnie's Vispaleis, alles een goede prijs, man. Vind ik een mooi einde. Ja, man. Donnie, dankjewel voor je tijd. Ja, mooi. Dankjewel.